Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Enzing. Het is vandaag donderdagochtend. En ik ga proberen om dagelijks te vloggen. Ik heb het deze een tijdje al gedaan. Daar ben ik mee gestopt, maar ik ga het toch weer. Ik wil het toch weer gaan proberen. Dus dit is mijn dagelijkse vlog dag 1. Dus ja, ik ga proberen om dagelijks te vloggen. Ik ga daar echt. Oeh, het is donker. Het is nog heel vroeg. Ik ga er mijn uiterste best voor doen om dagelijkse vloggen. Tio die zit op de bank. We zijn net wakker. Het is nu 6:30. Veel te vroeg. Maar oké, wij gaan onze dag starten. Dus kijk gezellig met ons mee. Zo, ik heb even de vaatwasser net leeg gehaald. Dat moet ook gebeuren. Die moet ik nu even weer vullen. Even kijken wat ik hier neer kan zetten. Deze kant. Wat is er? Ja, nee, dan ga ik even de vaatwasser weer vullen. Die heb ik net leeg gehaald. Ja, schat. En ik heb straks een belafspraak met Picnic. En een hoop. Ik denk het eigenlijk om eerlijk te zijn niet. Dus, werk vinden ze echt, echt drama. En ik verdien nog geen geld met YouTube. Absoluut nog niet. En dat is ook eigenlijk helemaal niet mijn potentie. Ik doe het puur omdat ik het leuk vind om te doen. En ik iets heb te doen. Want ja, ik heb weinig te doen als je thuis zit. Dus dan, ja, ik probeer mijn leven een beetje te filmen en aan jullie te laten zien van, goh, kijk, dit doe ik allemaal op een dag. En ik hoop ook dat het een beetje interessant is. Met de vaatwasser ga ik nog even maar. Oh, de vaatwasser stopt net te maken. En ik heb een lekkere kerstdraai aangedaan, want ik was zin. Rommel in de. Dat is niet handig. Oh, wat doe je? Oh, je bent aan het spelen. Oh ja. En dan zetten we hem op EcoStart. Start. Zo. Die staat aan. En ik moet nog even naar boven nu. Dat moet ik even zonder jullie doen. Ik moet even twee wasmanden naar boven brengen. En een wasman mee naar beneden nemen om te wassen. Nog meer mensen dit van die bultjes maken met de was wat gescheiden was. Ik heb hier bijvoorbeeld de 60 graden, die de 30 graden. En hier liggen nog jassen van Björn die uitgewassen moeten worden. Doe meer mensen dit. Ik zoek het altijd. Ik gooi altijd alles eerst samen in één wasmand. En daarna zoek ik het uit hier. Doe nog meer mensen dat. Laat me dat eens weten in de reacties. Daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar. Nadat ik aan heb gekleed en wat huishoudelijke klussen heb gedaan, ga ik altijd bij Tibo zitten. Hij zit echt in een hele vervelende bui, dus ik probeer het even te negeren. Maar ik ga dan met hem even in de keuken zitten, want daar heeft hij de meeste ruimte om te spelen.
Dus dan gaan we altijd even een half uurtje spelen. En ja, ik probeer een beetje hem bezig te houden, spelen. Een spelletje doen. En totdat we, ja, ik moet straks naar mijn ouders toe, de hondjes uitlaten. Maar we gaan nu eerst even lekker spelen in de keuken. Jongens, wat een weer buiten. Dus je niet te filmen. Nou, ik denk dat meerdere mensen... Oh, het begint ook weer zo heel hard te regenen. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt een verschrikking. Het waait hier hard, het regent hier hard. Voor mij hebben meer mensen wel last van deze storm. Ik moest er net doorheen om de honden van mijn ouders uit te laten. Oh. Nou ja, en was nog even langs de winkel gegaan. En moest even mandarijntjes hebben. En ik had ook kaas nodig. Mijn mond valt ervan open. Kaas is zo duur aan het worden. Ongelooflijk. Wie verzint dat? Ik zal ook even die tv uitdoen. Maar ja, uit. Ik doe wel even iets op, want dat vind ik wel gezellig. Maar ik ga even een Sims spelen. Ik had een tijdje gedaan. En ik dacht, ik ga nou toch eens een keer weer Sims spelen. Dat is wel mijn favoriete spelletje. Maar ja, ik was zo net even naar de winkel gegaan. Ik moest even met de honden lopen van mijn ouders, want die waren weg. Dus dat had ik gedaan. En ben ik even langs de winkel gegaan. Heb ik even iets gegeten met Thibau samen. Die heb ik nu echt net op bed gelegd. En ik dacht, nou is het even mijn tijd. Ik ga even lekker Sims spelen. Ik had nog even een wasje in de wasmachine gedaan. En ja... Dat is er eigenlijk voor nu. Ik ga even Sims spelen. Dat heb ik al een tijdje gedaan. Ja, het is een beetje, ja, weet je, ik wil dat alledaags vloggen. Het lijkt me ook wel leuk om te doen, maar ik kan je niet gegarandeerd dat elke vlog heel spectaculair gaat zijn. Ik probeer mijn dagelijks leven te filmen, hoe mijn gezinsleven eruit ziet. Ik ben dus op dit moment aan het werk in deze regen. Die werkt op de vrachtwagen. De afroomvrachtwagen. Dus die zal ook kletsnat worden. Een arme schat. Hij heeft een regenpak aan. Ach, jongen. Nee, dus die was vanmorgen op tijd aan het werk. En ik ben op dit moment zit ik dus thuis omdat ik geen werk heb. Dat vind ik heel erg jammer. Ik hoop ooit hier mijn werk van te maken. Dat is niet echt mijn doelstelling. Maar ja, ik wil wel. Oh, ik ben echt zo. Ja. Oh, dat ga ik doen. Al moet ik wel updaten. Ik zit nu ineens te denken: er is een nieuw pakket uit van de Sims 4. Oh ja, dus jij moet geüpdate worden. Ja, dat maar. Mijn Sims moet even geüpdate worden. Dan hoop ik dat ik er nog iets op kan doen. Ja. Oké, ja, ik ben even aan het kijken wat hij er aan het doen is. Dus ik ga even een nieuw Sims pakket kopen. Daar kan ik me vanmiddag wel even mee vermaken, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Ik heb, vind ik wel even leuk. Dus ik ga even de Sims doen. En dan is Tibo vanmiddag wakker en dan ga ik even kijken. Wij gaan vanavond aardappels eten met groente en vlees. Echt wel zo Nederlands, maar dat is wel hoe het er bij ons uitziet. Dus ik ga even Sims spelen en als ik iets leuks te melden heb, dan kom ik bij jullie terug. Ik zit even lekker op de bank te relaxen en kijk nou. Deze schatje dicht bij mij. Even lekker even chillen. Het is echt, nou, ik wil heel graag met Hugo naar buiten of iets leuks doen, maar... Die wit is niet te doen, dus we gaan zo even een spelletje aan tafel spelen, hè? Maar gaan we zo'n spelletje aan tafel doen? Tuurlijk, die was alweer wakker van zijn slaapje. Ik heb heel kort slaapje gedaan. En ik heb geen make-up op, zie ik niet pas. Nou, ja, het moet dan ergens heen. Wil je spelletje spelen? Ja, geeft niks. Nou, ik ga even een spelletje spelen met Thibau. Wat gaan wij doen, Thibau? Kijk!
Gaan we koekjes bakken? Ja. Ik heb een schort aan. Wacht even. Ik ga het beter laten zien. Ik heb mijn Blond Amsterdam schort aan. Timo heeft ook een schort aan. En deze hadden we van de opvang gekregen. Waar Timo heen gaat. Dus wij gaan koekjes bakken. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Well, this is calling me, all is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. Santa baby, I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. The lights in the trees, the smell of chestnut boiling on the heat. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was tingling over and over. I won't forget that snowman, I won't forget those years. An amazing time, my love. This will forever be the wonders of Christmas. Ik heb hier een cookie, dus wilde even proeven. Ik denk dat ze nog wel warm zijn, maar oké. Okay. Lekker. Ik vind een beetje van die zandkoekjes. Lekker? Ja. Lekker? Ja. Weet je zeker?
Nou, wel heel erg lekker. Er ligt nu nog een lading in de oven. Ik heb een ergens een haar. Ja, vind. Lekker. Hallo lieve mensen, ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan straks zo even een lekker pizza eten en onze avondroutine opstarten. En dan is het toch voor Timo tijd om naar bed te gaan. En Björn en ik gaan even kijken wat we de avond gaan doen. Maar ik wil bij deze de vlog afsluiten. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!